Ja, het is zover. De finale van Wie is de Mol 2022 is geweest. En dat betekent dat ik samen met Ron Boszhard eventjes die finale rustig ga doornemen. Ron, hartelijk welkom. Goedemorgen. Het is morgen, geloof ik. Ja, dus, ja, goedemorgen. Goedemorgen, avond, ja. Nacht. Hoe is het bij jou? Nog Wie is de Mol natuurlijk. Ja. Nee, prima. Ja, ik moest wel werken, moet ik zeggen. Al heb ik in de pandemie nog wel een klein dingetje gemaakt. Ik heb, ik moet even daarbij zeggen, ik heb ik maak elk jaar, of niet elke vijf jaar zo'n beetje, maak ik een fotoboek van de dingen die ik maak op televisie. Omdat ik... Ja. Ik maak zoveel en ja. Ik heb in de verpleging gezeten en ik ben een beetje bang dat ik ook dement word en dat ik het niet meer weet. En dat een juffrouw dan zo'n zuster kan zitten op mijn schoot en zeggen van nou kijk eens, dit heb je allemaal gedaan. En zo doe ik dat ook. Zo had ik dus ook, was ik bezig. En toen bleek dat ik voor het jubileumseizoen van Wie is de Mol niet 1, niet 2, maar wel veel meer bladzijden kon maken. Toen dacht ik, weet je wat, ik ga een boek maken van Wie is de Mol. Dus dat heb ik gemaakt, ga ik je even laten zien. Kijk, ik heb hier dus een jubileumboek gemaakt. Hallo. En dat is 196 pagina's met backstage foto's. Ja, het is fantastisch. En wat erin staat, kijk, ik weet niet of je het een beetje kan zien, maar als je het dan omslaat, dat is dus, hier zijn de backstage foto's. En dan begint hier bijvoorbeeld aflevering 1. En bij aflevering 1 staat er dan ook hoeveel geld je kan verdienen, hoe de aflevering heet, weet je wel. Dit is de eerste aflevering, dat met spiegels, weet je wel. Ja, wat goed. Kijk hier, de spiegels dan, krijg je dan, zo, ik weet niet, allemaal niet, zo dan. En er staan ook de hints bij, hoe wij hadden moeten staan. En, en dan gaan we een aflevering. En dan spel nummer 2 heb ik daar, en spel nummer 3, weet je wel. En dan staat hier, eindigt het altijd met een stripboekje, de strip. Van vriendlief, hè? Ja, precies. Ja, precies. En wie er dan uiteindelijk eruit ging is Tina. Er staat hier ook Tina een fotootje in. En dan heb ik hier nog de backstage foto's met regisseur erbij en alle camera's. En er staat ook hier zo'n QR-code waarbij je de aflevering kunt bekijken. Hier ook de backstage foto's. Nou, en dan gaan we naar inmiddels weer naar aflevering 2. En dan heb ik ook het einde allemaal, heb ik de mollenstreken, wat onze vriend Jeroen allemaal heeft gedaan. En kom uiteindelijk op 111 pagina's. Nou, dat valt mee dus. Ja. Oh, wat mooi. Wat ontzettend mooi. Waar ben je er lang mee bezig geweest, denk ik? 3 maanden. Nou, dat valt mee. Is niks. Hè? Het was pandemie, Laatst iemand zei, nou, ik denk dat heel veel moloten daar heel veel geld voor over hebben voor zo'n boek. Ja, nee, ik maak er maar 1, dus dat was meer dan genoeg. Dus ja. En wat betreft, ik moet toch even wat kwijt over het seizoen van dit jaar. Dat ik toch nog steeds niet snap dat mensen, maar goed, dat kan aan mij liggen hoor. Maar even een inkijkje ook hoe ik de Wie is de Mol beleef. Is dat ik het heel gek vind dat er toch nog kandidaten zijn die dan zeggen... Ik wil dicht bij mijn mol zitten, omdat ik kan zien wat hij doet. Dat is gewoon een heel gevaarlijk iets als je dat doet. Ik weet niet of je nog kan herinneren. Ik zat op Nikki heel erg. En Nikki, ik had op een gegeven moment opdracht samen met Nikki in Florence. Wij moesten foto's gaan doen, weet je wel. Ja. Nikki wist dat ik op haar zat. Wat deed Nikki? Die ging dus... ongelooflijk mollen in die aflevering. Waarbij ik dacht, zie je wel, ik zit helemaal goed. Dat... En ten tweede, als je in de test moet je voor de grootste groep gaan. Ook al weet je eigenlijk wel 100% zeker wie het is. Ga toch voor de grote groep, want je weet het eigenlijk toch nooit. En als je dan voor de grote groep moet gaan, dan ga je eigenlijk, als ik in dit geval bij Nikki zat, dan kan ik eigenlijk niet zeggen van ja, de mol zat bij Ron Boszhard. Nee. Want ik weet dat ik het niet ben. En als je een ander pakt, zit je altijd op 2 of 3 andere mensen. Ja. Dus het is ook nooit goed om zo dicht mogelijk bij de mol te zitten eigenlijk. Ja, dat vind ik wel een goede opmerking. Zo heb ik er inderdaad zelf bijvoorbeeld nog niet echt over nagedacht. Maar dat klopt. En met name in de eerste 4, 5 afleveringen, dan ga je toch vaak voor de grotere groep. Tenzij dat het 5-4 is of 4-4, hè? Dan is het... Als ik in de jubileumseizoen de laatste keer vlak voor mijn executie voor de grote groep had gegaan, dat deed ik niet meer, dan had ik er nog in gezeten. Ja, maar kijk, bijvoorbeeld Becky, die zat heel erg op mij. En die is door. Maar dat kwam omdat ik elke keer bij Jeroen zat. Ik zat in die autootjes bij Jeroen, weet je wel. Ik zat in de grote auto bij Jeroen. Dus ja, je moet altijd eigenlijk voor de grote groep gaan. Dat is, ja, dat is zeker waar. En dan zul je zien dat als je dat dan doet, dat je dan ook weer niet. Ja, nee, hij zat ook in de kleine groep. Dat zou kunnen, maar over het algemeen zit de mol wel in de grootste groep natuurlijk. Ja, meestal wel. Ja, meestal wel. Helemaal als je zelf kandidaat bent natuurlijk. Ja, precies. Ja. En ik vind het ook heel lastig om naar een seizoenen te kijken waarbij dat het een keer gebeurt, Allah, maar weet je, het is, ik heb het gevoel dat in dit seizoen, dit seizoen, het laatste seizoen, wel heel veel kandidaten doen alsof ze de mol zijn. Ja. Weet je, ik bedoel, dan laten we Kim-Lian nemen. Als Kim-Lian niet de mol is, is het toch eigenlijk van de zotte dat zij in een modderpoeltje zichzelf staat tussen te smeren. Ja. Kijk, ze doet het niet voor andere kandidaten, ze doet het voor de mensen thuis. Ja, ze doet het voor de camera. Ja, precies. Ze waren er niet eens bij. Ja. Weet je wel? Wat wel een goede moloptie zou kunnen zijn van Everon, die tegen, als er een vliegtuig overkomt, die zegt van, ik ben hier. Als we strakjes kijken, dan schijnt dat hij dit tegen niemand heeft gehad. Ja, dat kan ik dan nog. Maar al die mensen die toch aan het mollen zijn, daar heb ik toch een beetje last van ergens. Ja. Nou ja, je kunt daardoor, en het is logisch dat het gebeurt, want we hebben inmiddels met het jubileumseizoen erbij 23 seizoenen. Ja. Dus de kandidaten die mee mogen gaan doen, ook met de komende seizoenen, het gros daarvan zal het programma ondertussen wel redelijk kennen. Ja. En die denken, oké, wat moet ik doen? Ik moet zoveel mogelijk mollen in de eerste paar afleveringen, want dan denken ze dat ik mol, dan kom ik verder. Dus in plaats van dat zij inderdaad gewoon het spel spelen en op zoek gaan, zijn ze meer bezig, lijkt het af en toe in de edit wel, met mollen inderdaad. Zeker. Maar dat kun je, ik weet ook niet of je dat heel erg kunt voorkomen. Bij de Vlaamse mol is dat wel iets minder, maar... Volgens mij hebben wij het een keertje over gehad, maar ik weet niet wie of iemand anders. Maar je zou een andere oplossing moeten vinden voor het geld. Want ik geloof dat alle kandidaten het niet voor het geld hoeven te doen. Nee. Doen ze dan ook niet. Maar bij onbekende Nederlanders die denken, ik ga voor zo hoog mogelijk kapot, is dat natuurlijk wel, zoals bij België bijvoorbeeld, is dat wel zo. Dan gaan ze echt voor het geld. Ja. En ik vind het ook bijvoorbeeld zoals Fresia, hoe lief ik ook vind, maar dat Fresia is ook iemand die elke keer lacht als er een spel wordt uitgelegd. Ja. En zelf op het moment als Rik dan zegt, jullie hadden kunnen weten wie de mol is, want die vaarden langs jullie heen. Ja. Misschien ook in de lach. Ja. Misschien is het een zenuwen, dat kan ook. Maar ik bedoel wel, toen wij in Italië Follow the Money moesten doen, en uiteindelijk zeiden ze van, nou, welke drie mol heb je gezien? Dat je dan denkt van, nee, dat zal toch niet waar zijn? Ja. Dus je moet alleen maar om lachen. Dus, bijzonder hè? Ja. Nu we het over Fresia hebben en over Everon en over Kim, laten we eens eventjes naar de finale gaan kijken. Die begon met opdracht 1 alarmerend. Of nou ja, eigenlijk begon die nog met een babbeltje, hè, wat ze in de finale natuurlijk wel vaker doen voor de vulling. Ja. Everon, die vraagt eigenlijk, Fresia, wat heb jij nou eigenlijk verdiend? De afgelopen paar dagen dat we hier zijn geweest. Fresia zegt... best veel. Kim zegt nou 0. En Everon die zegt daarna in zijn biecht, zegt hij, Kim is wel echt mijn mol. En toen ben ik eens gaan ik ben nooit zo van Follow the Money geweest. Nee. Want dat heeft in het begin, toen Wie is de Mol begon, werkte dat best goed. En de laatste paar seizoenen vaker niet dan wel. Nee, omdat we ook net wat we zeiden, hè, het gaat niet meer zo om het geld. Nee. Maar als we kijken naar wat Fresia binnengaat... Ja, dat is niet zo heel veel als je het vergelijkt met Everon en Kim. Kijk, het is natuurlijk ook... Soms is het erbij als er geld wordt verdiend. Hè, dat is dan ook soms een beetje lastig om te peilen. Ja. Maar ik hoorde gisteren bij Moltalk... die ik dan ook braaf nog af en toe kijk... is dat Fresia heel veel geld had verdiend. Ja. Maar goed, jij kan een ander dingetje hebben hoor, dat kan best. Ik vond Fresia wel een heel erg fanatieke kandidaat. Dat zeker. In de eerste aflevering, weet je wel, als je daar kijkt, dan was ze heel erg fanatiek. Dat werd ze later wat minder, maar ze voerde voor mijn gevoel wel de opdrachten heel goed uit. Al is dat in de laatste aflevering, ja, weet je het nooit. Dan wordt ze afgeschoten met veel geld. Ja, is het dan ja, toeval? Is het dan... Ja. Je weet het allemaal toch niet. Nee. Nou ja, als je Follow the Money kijkt van aflevering 3... Of van aflevering 9, de finale... Dan heeft zij op zich best wel wat verdiend. Ja. Vooral bij opdracht 2... Ja, opdracht 2... Ja. En bij opdracht 3 natuurlijk helemaal niks. Nee. -1000, maar daar hebben we het zo nog wel over. Ja. Maar als je over het hele seizoen kijkt, dan heeft Fresia gewoon van de 3 heeft ze echt heftig het minst verdiend. En Kim-Lian heeft dan zo goed als het meest verdiend. Terwijl we zaten natuurlijk voor het seizoen met die livestream, met die ogen van Kim-Lian achter dat masker. Waarom doen ze dat? Want ze weten alleen maar wie de mol is. Ze weten nog niet wie de eerste afvaller is, wie de tweede afvaller is. Dat weten ze allemaal nog niet. Het enige wat ik me kan bedenken wat daar gebeurd is, als Kim-Lian het dus niet is, is dat Kim-Lian de hint op het geld heeft gezien, dat opdracht 1 al gefilmd was. En dat Kim-Lian in een biecht heeft gezegd, ja, ik heb daar op dat geld, ik denk dat ik nu weet wie de mol is. En dat de productie dacht, die gaat sowieso ver komen. Of ze de finale haalt, dat weten we niet. Maar die gaat ver komen. Zetten we haar ogen gewoon achter dat masker. Dat is het enige wat ik me kan bedenken als zij dus niet blijkt te zijn. Nee. Ja, of een stagiair bij Avrotros die het niet helemaal goed begrepen had. Maar dat, ik ken ze allemaal. En, het is natuurlijk ook zo dat ze zoveel dingen van Kim-Lian hebben laten zien. Ja. Waarop ik dan denk, ja... Zouden ze nou zoveel dingen laten zien? Want wat kunnen we dan nog zien straks in de finale hoe de mol heeft gemold? Nou, dat kennen wij dat al. Ja. Everon daarentegen heeft, daar zie je weinig van. Klopt. Ja, ik zit op dit moment toch echt wel... Ik twijfel ontzettend tussen Fresia en Everon. Bij de finale, het gaat echt per aflevering gaat het Everon, Fresia bij mij. En in de finale had ik toch wel weer zoiets bij Everon van ik weet het niet helemaal. Maar Fresia, die is, dat klopt wat jij net zei, die is rete fanatiek al heel het seizoen. Alleen, puntje bij paaltje, ze is fanatiek, alleen dan doet ze er vrij weinig mee met dat... Ja. Fanatiek zijn. Dus het oogt alsof ze constant voor de opdracht gaat, maar eigenlijk gaat ze helemaal niet per se voor de opdrachten. Nee, dat deed Jan Versteeg natuurlijk ook wel, hè? Ja. Dus die was ook een fanatieke kandidaat. En, dat snap ik ook wel. Ja, het is lastig hoor, dit seizoen, hè? Ja, maar echt. En als jij op 2 mensen zit, is het al helemaal... opdracht 1, alarmerend. 1 voor 1 mogen ze de villa in. Ze krijgen allemaal 3 levens. Als er een alarm afgaat, raken ze 1 leven kwijt. En als de bewaker 1 van de 3 spot, dan zijn ze gewoon af. Ja. Fresia gaat als eerste. Kim en Eve die staan bij de control room. En dan vervolgens is een van de eerste plekken waar Fresia geld kan pakken, is links van de lift. En er wordt duidelijk gezegd, je hebt de lift en links daarvan... En wat doet zij? Ze loopt gewoon helemaal naar de lift toe. En dan gaat ze helemaal op die lift zitten kijken. Dat ik denk, ja maar, doe je dit nou, snap je nou gewoon serieus niet dat ze zeggen links van de lift. Vervolgens heeft ze uiteindelijk dat sleuteltje, heeft ze dat kistje open kunnen krijgen. Die boeken zeg maar, dat boekenkistje. En op een gegeven moment moet ze die sleutel gaan halen voor dat kistje. En Everon en Kim-Lian die zeggen daar tegen haar... Let op, waar jij nu loopt, zometeen aan jouw linkerhand, daar is een alarm. Ja. En zij loopt letterlijk richting die kant op. En dan zogenaamd heel voorzichtig. Maar dat oogde voor mij heel erg alsof ze daar dacht, ik weet dat daar een alarm zit. Dan doe ik net alsof ik het net niet helemaal snap. Loop ik nu naar de alarm toe, gaat hij in ieder geval alvast 1 keer af. Ja. Maar wat mij met name opviel, is dat toen de... tweede keer in de edit, de tweede keer het alarm afging, dat bleek dus de derde keer te zijn dat het alarm afging bij haar. Dus toen was ze af. Maar toen dacht ik, wat is er dan met die tweede keer alarm gebeurd? Want dat zit gewoon niet in de montage. Je hebt het niet gezien. En dan doet mijn hoofd dus heel erg, dan heeft ze daar een heel erg komisch, grappig, molle dingetje zitten doen. Dus dat haalt natuurlijk de edit niet, want dan weten we natuurlijk, oh ja, het is Fresia. Dus bij opdracht 1 gingen mijn alarmbelletjes voor Fresia toch wel een beetje iets meer af als bij bijvoorbeeld Everon. Maar ja, weet je, de mol weet natuurlijk eigenlijk al precies wat er gaat gebeuren. Ja. Die is er waarschijnlijk al een keertje ingelopen. Die weet precies waar alles staat, weet je wel. Dus ja, als zij dan op aangeven van Everon en Kim-Lian dingen gaat doen die helemaal kloppen, dan denk ik, ja, dat vraag ik me dan er nog af, hè, weet je wel. Je kunt op een andere manier veel beter mollen waarschijnlijk. Ja. Dat weet ik ook niet precies, maar... Ze oogt hier dus weer als de rete fanatieke kandidaat die ook echt wel geld binnenharkt. En dan vervolgens toch 3 keer alarm. Dus ja, daar komt geen geld van haar binnen. Zij is de enige bij deze opdracht die helemaal niks verdient. Nee, wat ik wel bij deze opdracht had, dat ik daarmee zeg, oh wat lekker dat er geen portofoon gebruikt wordt, maar zo'n lekker modern oortje een keertje. Hè? Dat was heel leuk. Ja, zeker. Ja, vervolgens gaat Everon, die gaat als tweede... dan vraagt hij aan de dames, zit er hier een alarm links? Nee, die zit er niet. Nou ja, dus wel. Precies, ja. Maar ja, heeft hij dan verkeerd aangegeven waar die stond? Of hebben zij gezegd van, wij verdenken alle twee Everon, dus weet je wat, laat hem maar lekker eventjes zwemmen. En dan kijken we wel wat hij gaat doen. Ja, dat is wel gek dat ze allebei op Everon zitten, hè? Ja. Ja, dat Everon zit op Kim-Lian. Ja, Everon zit als enige op Kim-Lian, terwijl eigenlijk door het hele seizoen heen toch Kim-Lian wel constant genoemd werd, ook door alle afvallers. Dus dan ga je ook nadenken van, ja, maar dan kan het dus haast eigenlijk niet Kim-Lian zijn als bijna iedereen er vooral op Kim-Lian uitvliegt. Dus... Maar wat gebeurt er nou eigenlijk als Fresia de mol is en niemand op Fresia zit? Dan wint alsnog degene die... per saldo het meeste vragen bij de test goed had. Ja. Terwijl eigenlijk zou je dan moeten zeggen, dan mag de mol er met het geld vandoor. Want ja, hey, niemand heeft de mol ontmaskerd. Is het wel eens gebeurd eigenlijk, of niet? Nee, dat is nog nooit gebeurd. Het is nog nooit gebeurd, volgens mij in de finale, bij de finale test met 40 vragen, dat geen enkele finalist de mol goed had. Dat is volgens mij nog nooit voorgekomen. Nee. Wel heel vaak dat pas in de finale 1 iemand op de mol, dat is al wel een paar keer gebeurd. Ja, dat wel, ja. Maar nee, volgens mij nog nooit dat er echt niemand, dat zou wel een stunt zijn, ja. Ja, toch? Ja, dat zou fantastisch zijn. Ik gok niet dat, ja ik weet het niet, Ron, ik weet het niet. Ja, het is allemaal zo moeilijk. Fresia zou het kunnen zijn. Ja, ik verwacht dat het Fresia is. Maar goed, voor hetzelfde geld, dan zitten we volgende week te kijken en dan ja hoor, het was toch Kim-Lian. Ja. Hadden we kunnen weten natuurlijk, hè. Ja, met die masker in, daar ook, ja. Ja, maar volgens mij hebben wij alle twee, ook zoiets van, wij willen dan niet dat dat klopt of zo, weet je wel? Nee, het is toch wel heerlijk als je iemand hoort die de mol is, dat je denkt, nee, ben ik dan toch zo? En, oh, wat goed. Dat. Ja. Die zullen we het al gezien hebben. Nee, ik noem dat ieder jaar mijn wensmol. Dus ik heb ieder seizoen, dit jaar was dat bijvoorbeeld Thomas. Thomas was mijn wensmol, dat ik dacht, dat zou toch fantastisch zijn. Ja, helaas. Afijn, laten we de opdracht even afronden. Kim-Lian die gaat als laatste. Nou ja, Everon heeft in ieder geval daarvoor nog €450 verdiend. Toch €450. Maar goed, misschien gaat er nog €5000 uit de pot als hij het is, hè. Ja, dat weet hij dan. Dat weet hij dan inderdaad. Dus dan kan hij best nog wel eventjes wat geld verdienen. Kim-Lian die gaat als derde. Die gaat kruipen als een slang, roept zij. Nou, en die loopt me daar toch een partij voor de camera te stuntelen en te doen. En dat komt weer een beetje op hetzelfde neer als wat jij ook zei met dat moddelbad wat ze dan neemt. En hier betaal je in de winkel echt heel veel voor. Ja, en dat is echt precies. Ja. Oké. Okay. Ja, of ze is zo. Het kan natuurlijk ook. Hè. Bedoel, dat kan zeker. Ja. Maar is goed, het Kim... om als mol zijn als laatste te gaan? Dat je denkt van, nou, ik weet nu dat er geld verdiend is, nu kan ik wel. Of als er te weinig geld is verdiend, dat je zegt van, dan kan ik me als mol zijn nog een beetje minder verdacht maken? Ja, ik denk dat in dit stadium dat het best prima is om niet als eerste te gaan. Ja. Ja, dat zou serieus wel kunnen. Kijk, in de eerste 4-5 afleveringen wil de mol graag altijd niet per se als eerste. Maar als je nog met z'n achter bent of met z'n zevende bent als tweede of als derde vaak. Ja. Wie deed dat nou zo goed? Merel Westrijk deed dat toen fantastisch. Bij die laseropdracht, die ging als tweede geloof ik. En die kon toen... heel veel geld bij allerlei mensen weghalen. Wat er nog lag, wat door andere kandidaten aangepakt had moeten worden. En dan alsnog zelf ook een briefje van zichzelf pakken. En dan alsnog met geld terugkomen. Ja jongens, ik heb geld. Terwijl ze ondertussen misschien wel 2000 euro weg had gegooid. Precies. Dus ja, om jouw vraag te beantwoorden. In dit stadium van het spel denk ik dat prima is om als laatste te gaan. Ja, ja, absoluut. En heeft Kim-Lian het geld al teruggegeven inmiddels? In de edit sowieso nog niet. Nee. Dus ik gok ook van niet. Maar waarom zou ze het doen? Waarom zou ze... Kijk, dat ze iets wil weten uit... dus denk, misschien staat er informatie op. Dat kan me nog voorstellen. Maar daarna geef je het geld gewoon terug. Nou, het enige wat ik me daarin kan bedenken... en dan kom ik toch weer terug op die allereerste opdracht... dat ze het daar vervreemd zou hebben misschien. Maar volgens mij niet. Want dat ging om die upsell opdracht in de silo. Dat zij dat achterhield. Ja. Maar wellicht heeft zij ook iets achtergehouden uit opdracht 1, één briefje of zo. En dat daar dus die hint op staat. En dat maar ze dan dat in de kontzak heeft gestoken. Maar ja, dan zijn we er in ieder geval uit dat Kim-Lian van der Meij niet is. Wat mij betreft niet, nee, wat mij betreft niet. Dus ik denk dat ze daarin gewoon wil kijken hoe alles zich uitspeelt, hoe reageert... mijn verdachte daarop en blijft hij erop reageren of denkt hij op een gegeven moment van laat me zitten, ze heeft het niet, zegt ze, dus het zal wel. Nee, Everon heeft een keer gevraagd, volgens mij heb jij nog geld? Ja. Nee, zegt ze, hij zei, kijk, Spaans benauwd, maar nee, ik heb het geld niet. Ja. Oké. Ik vraag me steeds af, waarom hou je het zo bij je? Ja, dat is... Nee, ik kom daar ook niet aan uit. Nou ja, de pot staat daar dus... uiteindelijk na die eerste opdracht van de finale staat de pot op €14.010. Ja. Nou, daar gaat natuurlijk straks nog 1000 vanaf in de laatste opdracht. Heel goed gedaan, Molletje. En heel misschien gaat er dus ook nog €5.000 vanaf. Dus dan staat hij op 13.010 min 5.000 is 8.010. Nou, dat is toch wel een lage pot, ja. Ja. Maar dat heeft ook te maken omdat ze gewoon de opdrachten gewoon niet goed gemaakt hebben. Klopt. Weet je wel, ik bedoel, Klopt. Het is niet zo dat je nou denkt, tenminste ik denk niet dat hij erg te danken is aan de mol. Nee. Dat de groep gewoon, maar dat niet. Dat gaat vanaf nu elk jaar wel natuurlijk een beetje gebeuren. En dan zie ik het ook al wel gebeuren dat onze lieve Rik van de Westelaken, dat hij dan bij de ontknoping dat hij gaat zeggen, oh, de laagste pot ooit. En dan denk ik, ja jongens, dat klopt, maar Ja, je hoopt altijd nog weer dat er zo'n opdracht komt als die veiling, waarmee ze de pot helemaal leeg spelen. Of dat ze molboekjes kunnen kopen. Ja, dat is de... Kijk, dan denk ik, ja. Nu je dat zegt, laten we dan doorgaan naar opdracht 2, afrekenen in die supermarkt. Briljant bedacht. Heel erg leuk. Toen die begon dacht ik van, opdracht in de supermarkt. Maar ik vond hem uiteindelijk best wel leuk. Alleen, alles wat omgeroepen werd, terwijl ze die boodschappen aan het doen waren. Er werd omgeroepen Thomas en Glenn kassa 1. Er werd omgeroepen alleen afrekenen bij kassa 6. Er werd omgeroepen zakkenroller actief genaamd de mol. Er werd nog geroepen wil Welmoed zich naar de emballageafdeling begeven. Toen dacht ik op dat moment dat ik zat te kijken... dacht ik, oké, dus nu wordt er geroepen wil Welmoed zich naar de emballageafdeling begeven... ligt dan misschien een molboekje van Welmoed bij de emballage. Oh, ja. En op het moment dat er gezegd werd Thomas en Glenn kassa 1, liggen dan misschien het molboekje van Thomas en Glenn bij kassa 1. Maar of ze deden er niks mee, of het lag er gewoon niet. Nee. En ik had ook wel gedacht dat ze iets met de afvallers zouden doen. Want ze waren er allemaal nog. Ja, ze waren er allemaal nog. Ik dacht eerst, dan worden geschoten door die jongens bijvoorbeeld. En ik heb ook even gedacht, misschien ligt er dan wat van die mensen. Maar goed, dat is verder helemaal niks. Ze zijn er niet op ingegaan. Nee. En ik denk, ze doen het toch niet zomaar. Ik bedoel, dus het zal toch ergens wel... Ja. Is er niet ook ergens geroepen dan Everon is de mol? Ik vond hem ergens iets... Nee, dat is niet... Oh, dat heb ik het gehoord. Dan, je wil heel horen, een beetje horen. Het zou zomaar kunnen hoor, dat het gefluisterd werd of zo. Ja. Nu die Instagram post van de regisseur, Rick. Ja. Die had een Instagram post geplaatst rond de opnames van een gouden vrijstelling, soort van, zo zag het eruit, met 4 doorzichtige vrijstellingen. Een soort vrijstellingen voor de finale. Zo zagen die eruit. Allemaal loten roepen, nou dan zit dat dus in de finale. Want die hebben nog steeds niet... Nou, dat zat dus ook niet in de finale. Dus Rik, wat doe je met ons? Oh. Zou het kunnen dat Thomas nog eens terugkomt? Ja, maar dan had hij nu terug moeten komen, toch? Ja, we krijgen nog een aflevering, toch? Ja, de ontknoping. Want de finale test is al gemaakt. Dat is waar, ja. Ik had het heel tof gevonden als die afvallers bijvoorbeeld ook nog een soort opdrachtje hadden moeten doen. En dat er één iemand een belangrijke rol zou... Niet terug mocht komen, maar een belangrijke rol zou spelen in de finale of zo. Ja. Dat als die alsnog de mol correct aan zou wijzen, dan komt er bij de ontknoping 2000 bij in de pot of zo. Weet je, zoiets. Ja. Maar wat heeft dat gefluisterd dan te maken met Thomas van Luyn? Geen idee. Ja. Geen idee, maar het zat dus niet in het seizoen. Afijn, €325 verdiend bij opdracht 2. Ja, ik kan wel precies zeggen wie er wat binnen heeft gehaald, maar dat weten we inmiddels allemaal wel. Ja, en dan houdt Fresia op het einde van die opdracht, als de opdracht geweest is en Rik heeft gezegd, dit hebben jullie verdiend. Dan houdt Fresia dat feestmasker, houdt ze voor het gezicht. Ja, precies. En toen dacht ik, nou ja, misschien... heb jij zoiets van, vanavond ga ik het in het echtje doen met het gouden masker. Maar nu doe ik het alvast eventjes als hint. Want jullie zitten alle twee toch niet op mij. Dus la 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 la. Ja. Ja, er is eerder iemand geweest die in het testimonial een masker heeft gebruikt, toch? En die is ook afgevallen. Ja. Dus ja, je zou kunnen denken dat is voorkennis. Want dat kunnen ze niet weten. Maar ja, het ligt er. En ik kan me ook voorstellen als het er ligt dat je het opdoet, weet je. Jij zou dat ook doen. Ja, precies. Nou, waarschijnlijk wel. Precies. Ja, precies dat. Opdracht 3, binnenskamers. Ze zijn spionnen. Zij gaan 5 mensen in de gaten houden. 1 van de 5 heeft geld. Zij moeten zien te achterhalen wie het is. En ze krijgen 3 kwartier om hun research te doen voordat ze het veld in mogen, voordat ze naar buiten mogen. Stap 1 is, ze krijgen al die A4'tjes met uitgestreepte stukjes en daar komt allerlei tekst uit. Nou, daar komt die babysitter uit, de koerier, degene met de paspoorten, et cetera. Videobeelden worden geobserveerd. Stap 2 is dus die mensen daadwerkelijk in de gaten houden. Waarop Fresia volgens mij nog echt zegt, we kunnen echt mensen gaan bekijken. Ja. En dan denk ik, dat is het spel toch? Ja. Dat acteurs zijn of zitten weg bij die mensen te kijken. Dat is net uitgelegd door jullie presentator, lieve Fresia. Ja. Maar ja, dat lag jij allemaal weg, dus prima. Ja, precies. Stap 3 is dan zoek hun portretten. Nou, daar zijn ze best wel even mee bezig. En ik vond ook dat ze bij stap 2 met die mensen in de gaten houden en dan wie heeft welke rol. Nou, als je die kerel, die gaat op een gegeven moment slapen. En daarna duurde het nog bijna 10 minuten voordat... Oh, dat is de sleeper! Oh! En toen dacht ik, ja jongens, hallo. Zitten jullie nou allemaal heel erg te doen alsof je het niet snapt... in de hoop dat toch nog iemand op jou gaat switchen of zo? Of wat zijn jullie hier nou aan het doen? Ja, ik weet het niet, hè? Het is een laatste spel, dus ik kat maakt rare sprongen. Ik weet het ook niet, Dan is uiteindelijk bij stap 3 zoek hun portretten. Dat is in de darkroom, zal ik maar even zeggen... de blacklightkamer. Dan roept Fresia al heel snel... Ja, jongens, we kunnen hier wel heel lang zwetsen... maar neem gewoon al die foto's mee... dan schieten we snel weer naar boven. Nou, een aantal mensen waren hun kamer al uit. Dus je zou kunnen zeggen... is dat tijdrekken of is dat gewoon een slimme oplossing... voor, oké, ik wil het nu weten. Eén van de twee. En dan gaan ze terug. Dan denken ze, dit zijn de personen. Dan draaien ze om, krijgen ze al die letters erop te zien... En dan zegt Fresia, misschien moeten we, want er staan hier telkens wel 2 letters, maar misschien moeten we gewoon alle letters husselen. Toen dacht ik, dat is een beetje gek. Maar vervolgens zegt Kim-Lian, die roept het woord bridge, roept Kim-Lian dan. Dat was een van die functies. Ja. En dan zegt Fresia meteen, bridge agent, agent bridge, ja. En dan vervolgens gaan ze daar naartoe, dat lukt dan allemaal prima om daar te komen. En dat blijkt dan dus de verkeerde te zijn. En die blijkt in de envelop min €1000 te hebben. Dat was even niet uitgelegd. Nee, precies. Dat is een mooie verrassing. Waarop Everon ook zegt, maak jij maar open. Ja. Weet je wel. Het is wel een molactie van Fresia dat als zij hoort van iemand, van een kandidaat, waarvan ze weet dat het de verkeerde kant is, dat ze gelijk meegaat. Oh ja, doe dat maar. Ja joh, dat zou ik ook doen. Nee, aan de andere kant als Everon de Mol is, dan denkt hij, ja jongens, ga je maar doen. Ja, doe maar hoor. Ja hoor, ja doe maar. Ja, absoluut. Dus ja, wat dat betreft kun je hier ook weer niet specifiek iemand aanwijzen. Nee. Maar ja, wel min €1000 weer. Ja, dan komen we er dus bij de test komen we erachter dat Fresia en Kim, die zitten op Everon. En Everon zit op Kim. Als het nou Fresia blijkt te zijn, dan is dit wel oprecht voor het eerst volgens mij in de geschiedenis van Wie is de Mol, dat dus niemand van de finalisten op de Mol zit. Tenzij dat we de biechten lichtelijk geknipt tot ons hebben gekregen. Maar meestal in de finale doen ze dat niet. Nee. Dat zou heel raar zijn als we dan bij de ontknoping horen van... Kim-Lian zat op Fresia. Ja, Kim-Lian gefeliciteerd. Huh, wat? Nee, dat kunnen ze niet doen, denk ik. Nee. Dus ja, als dat gebeurt, als Fresia de Mol is... dan hebben we iets unieks eigenlijk, wat er gebeurt. Ja. En dan, net wat je zegt, hebben we altijd wel een winnaar... maar dan is het een winnaar die het minst slechts gedaan heeft eigenlijk. Ja. En 2 zitten er op Everon. Ja, dat is natuurlijk ook wel... Kijk, zij zijn daar 24 uur per dag. Ja. En zij zien dingen die wij niet zien. Absoluut, en concluderen ook hun stellingen op dat wat ze gezien hebben. Ja. Ik weet nog wel dat... bij de eerste spellen in Florence... ik weet niet of ik dat mag zeggen, maar ik ga het wel doen. Maar in Florence was het zo dat... We hadden die opdracht dat achter onze rug de Mol die vrijstelling wegnam. Maar wij moesten allemaal wachten in een kamertje. Eén van de kandidaten, we mochten niet daar weg. Eén van die kandidaten, die zag een andere kandidaat binnenkomen in zijn kamer. Want die was op zoek naar het toilet. En die dacht gelijk, dat is de Mol. Ja. En die heeft die hele seizoen op diegene gezeten. Ja. Die niet bleek te zijn. Dat hij. Ja. Maar dat zien we dan niet, weet je wel. Nee, dat klopt. Je maakt dan je basis op dat wat je op dat moment meemaakt. Ja, dat kan. Want ze weten volgens mij al, vooral Fresia volgens mij weet al vrij zeker wie het is. En ze zit er nog steeds in. Ja. Heeft haar groene vrijstelling ook heel lang bij zich gehouden. Ja. Nou, dan moet je toch wel heel erg op het juiste spoor zitten. Ja. Ja, ik hoop voor het seizoen dat het Fresia is. Ik acht de kans ook zeker wel heel erg groot dat het Everon is. Ik kan me haast niet voorstellen op dit punt dat het Kim-Lian zou moeten zijn. Ja. En kijk dan naar dit seizoen, want hij is bijna afgelopen. Wat voor cijfer geef je dit seizoen? Ik vond het dit seizoen ten opzichte van de laatste, de laatste 5 seizoenen vond ik dit een heel moeilijk seizoen, vooral voor de kijker. Dus ik vond het niet een vervelend seizoen, ik vond het ook geen slecht seizoen of wat dan ook, maar ik vond het vooral een moeilijk seizoen. Ik had heel erg het idee dat de edit ervoor gezorgd heeft dat we expres constant iedereen moesten verdenken. En dat doen ze altijd wel een beetje. En dat hoort daarbij. En dat is logisch dat ze dat doen. Maar ik had dit jaar echt... Meestal bij de laatste 2 of 3 afleveringen heb je het wel door. Mm. En dan weet je... Het grootste gedeelte van de groep zit op... puntje. En die komt bij de laatste 2, 3 afleveringen... komt de Mol altijd wel echt naar boven ook. Want dan moet hij ook wat gedurfder zijn. En dat heb ik nu niet. En dat is heel lastig kijken. Dus ik denk dat ik dit seizoen ik geef het een 7. En dat heeft dus niks te maken met de kandidaten. Want die vond ik oprecht allemaal leuk. En dat is ook wel eens anders. Ja. Maar ik vond vooral de eerste paar afleveringen, ook de opdrachten die ze deden. Ik had een beetje het idee, en dat zal totaal niet kloppen. Maar ik had heel erg het gevoel, jullie hadden hier briljante opdrachten bedacht. Maar die konden niet doorgaan vanwege of de overheid daar, of het weer. En jullie hebben maar wat huistuin- en keukenspelletjes omgebouwd tot een opdracht. Wat later in het seizoen viel dat heel erg mee. Maar ik mis gewoon altijd een extra laag die het vaak dus wel heeft. Die had ik dit seizoen niet bij de opdrachten. Nee, behalve met die subs. Waar ze die geldkistjes... Dat was een dubbele lading. En dat was heel tof. En ook in het jubileumseizoen, die opdracht die over 2 afleveringen verspreid zit. Is er zoiets. Ja. Dat miste ik heel erg. Ja. Wat ik misschien, maar dat voel ik een beetje, dat kandidaten die afvallen, gaan dan niet echt naar huis. Weet je wel? Ja. Als je meedoet aan Wie is de Mol en je gaat gelijk naar huis, is dat vrij pijnlijk, zou ik maar zeggen. Ja. Dus je wil extra je best doen om er niet uit te gaan. Ja. Dat is bij dit seizoen iets minder pijnlijk, maar je gaat niet naar huis. Je gaat naar een hotel en je ziet anderen. En ja. Volgens lijkt het ook of ik dat een beetje voel in die kandidaten. Maar dat kan ik helemaal mis hebben, hoor. Nou, maar... ik snap wel. Er heerst een soort van rust in de groep, zeg maar. Ja. Ja, dat klopt. Ja. En daarbovenop vind ik de edit gewoon ijzersterk dit seizoen. Waarmee ik dus, wat ik net zei, het is gewoon echt niet te zien dit jaar. Nee. Tenzij het Kim-Lian is. Precies. We hebben het allemaal even gezien. Ja, toch? Ja, maar dat is dan ook weer het... Ja, ik heb er geen ander woord voor. Dat is ook weer een beetje het verneukeratieve van dit seizoen. We hadden die hint gevonden direct na de livestream al. Ja. En dan denk je, ja, maar dit moet iets zijn. Want waarom... Ze wisten alleen de mol. Eerste afvallen niet, tweede afvallen niet. Wie de finalisten zouden worden, wisten ze allemaal niet. Behalve de mol. Waarom doe je dit? Doe het dan met 4 of 5 kandidaten, weet je wel? 5 verschillende overdrachten. Nee, alleen maar de ogen van Kim. Constant. Ja, dat moet dan iets zijn. En als je dan logisch nadenkt, dan denk je... Oké, heel het seizoen lang gewoon maar punten op Kim. En dan zien we het wel. En als het niet is, ja, jammer dan. En dan toch denk je als Moloot en als Wie is de Mol YouTuber en gewoon als fan... Denk je... Na 2 afleveringen denk je, oh, maar die deed vandaag. Oh, ja, maar dat is ook gek. Oh, dat is ook... Ja, ik wil niet dat het Kim is, want dan was het wel heel snel duidelijk. En dan kunnen ze zichzelf wel voor de kop schieten. En nou ja, dat. Nou ja, ik denk dat ze die fout nooit meer naar Klaas van Kruijsman zullen maken. Nee, dat dus, denk ik ook niet. Dat zullen ze niet doen. Weet je wat bij de mond natuurlijk altijd zo is, dat je denkt van... ja, maar misschien gaan ze het nu wel doen. Ja. Weet je wel? Nee, dat kan niet. En dan, ja, maar het is niet zo. Nu gaan we het een keertje wel doen. Ja. Je weet het toch nooit. Dus, nee. Nou ja, aan het eind van dit seizoen komen alle puzzelstukjes weer op hun plek. En dan zullen we het zien. Ja. Nou, ik hoop dat we ooit nog een keer een mol krijgen zoals Sahil dit seizoen gespeeld heeft. Namelijk zo overdreven alles naar de tering helpen. Ja. Dat hij het gewoon niet kan zijn, weet je. En dan, dat dan de mol... Ja, dat lijkt me echt fantastisch. Ik hoop dat we ooit nog zo'n mol krijgen. Ja, maar ik denk dat je in de montage dat gewoon niet zult zien. Ze laten dat nooit in de montage zien. Dat laten ze allemaal achterwege. Ja. En dan komt de grote verrassing. Daarom, Everon, daar is bijna niet zoveel aan te zien. Nee. Ik zou het ook wel mooi vinden dat die 5000 euro er dan ook ineens uitgaan, omdat wij denken... of hij heeft gewoon die prijsstelling gehad, dat was het, hè? Daar is die mazzel mee. Dus normaal Kim ligt er voor mij te dik bovenop. Ja, en Fresia is toch een fanatieke kandidaat. En ik denk ook niet dat zij het zal zijn. Dus blijft even van over. Maar goed, ik kan het mis hebben. Ja, en, iedereen kan het mis hebben, hè? Ja. Nou, we hebben het allemaal. We hebben het eigenlijk nooit goed, behalve jij. Nee, nou, af en toe, hè? Af en toe. Eén keer in de 8 jaar of zo. Ja. Behalve tijdens een jubileumseizoen, als Ron meedoet, dan zijn we meteen al onze punten kwijt natuurlijk. Dus hoe je dat ook voor elkaar krijgt om te denken dat ik de mol zou kunnen zijn. Nee. Alright, Ron, mag ik jou voor deze nabespreking alvast ontzettend bedanken. Ik ga jou vrijdag nog een aantal vragen stellen natuurlijk. En dan zien we elkaar dan weer. Dag jongen!